hier in het land van tofu. Het gaat er hier iets anders aan toe. Kijk maar, ze zweeft op zand. Daar is een kusjesfan. Hup met de geit. Zo, nog één dozijn zeewierballen en dan heb ik genoeg om een nieuwe poncho te breien voor papa. Jammer dat poncho's gemaakt van zeewier maar één seizoen meegaan. Nee, het is jammer dat zeewierponcho's kriebelen en stinken. Gigi Tofu, wereldkampioen in freestyle keukenrollenbleden. Ah. Tot vanavond. Even wachten, kleine paardenbloem. Jij moet Suzy nog melken. Het is jouw beurt. De wereldkampioen zal helaas geen record breken omwille van een suffe geit. Dat is toch te zielig? Als ik de grote heelheid was, zou ik het zo regelen dat geiten geen melk gaven. Chichi, jij gaat de eerste zijn die de melk gaat proeven, gemolken door deze nieuwe melkmachine. Oh, haal de andere even. Dit historische moment mag echt niemand missen. Het is een stressloos apparaat. Het loopt op windenergie. Sensoren besturen het theekopje voorzichtig. En het systeem maakt het geluid van een zild zeewindje dat ruist door het helmgras. Horen jullie? Geweldig, oesterzwammetje van me. Ik zeg nog maar even niets. Met paps en uitvindingen weet je het nooit zeker. Oh, je brengt je kinderen groot, zuiver biodynamisch, maar een beetje dankbaarheid, ho maar. Gelukkig is niet alles verspild. Ik heb nog een beetje melk kunnen opvangen. Ik ook. In mijn haar. Geef maar aan Lola. Die moet er nog van groeien. Zij heeft al genoeg gehad, pijnboompitje. Dit is voor jou. Wat ben je aan het doen? Huh? Mijn glaasje geitenmelk wegwerken. Mijn ouders zeggen dat het een bron van vitamine en calcium is. Voor mij is het een bron van smerigheid. Mag ik eens proeven? Wat zeur je nou? Het is echt lekker. Ja, misschien voor eens in de 10 jaar. Maar iedere morgen... Wat zit mijn haar stom? Oh... Huh? Ah! Let niet op mijn haar. Vanochtend heb ik een... Wauw, gaaf kapsel. Hoe heb je dat gedaan? Mijn oma heeft een nieuwe gel uitgevonden. Kan ze ons die familie geven? Nee. Waarom niet? Dat is een familiegeheim. Sorry, meiden. Huh? Welke koning volgde na Hendrik de Zesde? Hendrik de Zevende. Huh? Juist. En welke koning kwam na Hendrik de Zevende? Hendrik de Achtste. Hé, hey Phil, wat ben jij ineens slim bezig vandaag, zeg? Ik voel me gewoon scherp vandaag. Huh? Heeft u nog meer vragen? Wat? Het kwam door de geitenmelk, ik weet het zeker. Al die vitamine en calcium, dat geeft me een kick. Hey Chichi, ik wil wel wat van die pepmelk voor de biorepetitie morgen. Het is geen pepmelk. Het is gewoon geitenmelk. Ik wil er best voor betalen. Huh? Oké dan, morgenochtend. Hou je geld maar gereed. Oh, Chichi. Wat spook jij hieruit? Niks hoor. Ik snuif gewoon de frisse ochtendlucht op voor de positieve ionen. Braaf stilstaan, Suzy. Ah... Weet je, Lola, ik heb de hele nacht aan de machine gewerkt. Maar volgens mij is hij klaar voor het grote werk. Te gek, pap. Ik ben blij voor je. Maar ik ben al laat, dus ik ga er snel vandoor. Jij ook. Goedemorgen, brave Suzy Q. Huh? Wauw, Chichi. Een pak melk in de supermarkt is wel een stuk goedkoper. Maar die van mij is biologisch dynamische melk. Deze supermelk pept die hersencellen op voor de biorepetitie. Wauw! Doe nou, Lola, we zijn toch vriendinnen?
Dus vertel ons het geheim van je gel. Tja, sorry. Mijn oma is de enige die het weet. Kennelijk laat Lola al haar vriendinnen vallen als het om schoonheidsgeheimen gaat. Kom op, meiden. We gaan. Er hangt trouwens een ondraaglijke kaaslucht om haar heen. Zomer, koninkje van me. Ik ga even naar Bea voor wat transcendente meditatie. Oké, tot zometeen. Die test was een makkie. Zie je nou wel? Ik had het toch al gezegd? Denk ervan staan, jongens. Donderdag hebben we een geschiedenisrepetitie. Dus als jullie nog melk willen, moeten jullie het nu vast bestellen. Ik wil 3 flessen. Ik wil er 5. Wow, rustig aan. Je bestelling geldt alleen als je vooruit kunt betalen. Ja! Yay! Yeah! Ik weet niet of dit het juiste moment is om de melkmachine uit te proberen. Susie ziet er niet zo fit uit. Ach, als er iets met die geit niet in orde was, dan zou ik het wel gemerkt hebben. Wow! Kom maar, meisje. Dit zul je fijn vinden. Ik zal een mond-op-mondbeademing geven. Geen paniek, lotusbloem van me. Volgens mij is Susie gewoon uitgeput. Het is allemaal mijn schuld. Ik heb Susie's melk voor mijn haar gebruikt. Wat? Maar hoeveel? Vanmorgen was het wel een heel glas vol. 1 glas vol kan een sterke gezondigheid zoals Susie niet hebben uitgeput. Wat is er aan de hand? Pap heeft Susie leeggemolken met zijn rotmachine. Oh. Je maakt een grapje zeker. We hebben vooruit betaald en we willen nu onze petmelk hebben. Ik heb wat opleveringsproblemen. Maar kalm jongens, morgen krijgen jullie de melk. Dat hoop ik voor je. Maak je madelief sprankelender. Nog smakelijker. In 1950 was ik supersmakelijk. Nu ben ik een beetje roestig geworden. Je moet je van binnen helemaal een madelief voelen. Anders werkt het niet. Wat werkt dan niet? Voor ze haar plaats in de kosmos weer snapt, moet ze eerst haar plaats in de voedselketen snappen. Tussen de wolf die haar opeet en de madelief die zij opeet. Tuurlijk. Tja, ik moet huiswerk maken. Eet smakelijk. Je moet de wolf dreigender maken. Kom op, dreig! Nee, dove netel van me. Dat lijkt wel een spook. En vertel eens, gaat het met Susie al wat beter? Huh? Uh-oh. Ah! Sojamelk, geitenkaas, geraffineerde suiker. Dit is het nog steeds niet. Echte geitenmelk smaakt gewoon nog viezer. Aha, ik moet linzenmeel toevoegen. Huh? Nee! Ik haat jou, cracker! Chichi, zoet sesamkoekje, ga eens kijken wie er is. Wat is er met de deurbel gebeurd, Chichi? Niks hoor, mam, het is al in orde. Hoor je wel? Het is al opgehouden. Nee, niet open doen! Er is toch niemand! Mam, je wordt nu vast heel boos. Dat gedoe met Susie is mijn schuld. Ik heb de kinderen melk verkocht en nu zijn ze er verslaafd aan. Mijn lief pinksterbloempje, wat ben je toch een goed kind. Het is je gelukt om de kids ervan te overtuigen dat geitenmelk het beste voor ze is. Ja, maar dat viel niet echt mee. Chichi, met die overwinning heb je de fabrieksmelk een flinke slag toegebracht. Alsjeblieft. Kom over 2 uur maar terug. Huh? Dan krijgen jullie zoveel geitenmelk als jullie op kunnen. Oké, ik ga jullie de geheime formule van mijn oma's gel geven. Luister goed, je moet dit mengsel altijd bij volle maan maken. De ingrediënten, 2 takjes wilde salie, 1/2 ons steentuin, 3 abrikozen gedroogd na 2 dagen vorst in juni. Dat is belachelijk ingewikkeld. Jij weet heel goed dat we al die spullen niet hebben. Ja, zoiets dacht ik al. Daarom heb ik hier het allerlaatste beetje. Maar het is net genoeg voor 1 persoon.
En dat ben ik. Matig zeg, ze had het toch wel kunnen delen? Oeps, ik geloof dat ik per ongeluk mijn oma zeker schoppen heb gegeven, meiden. Dit is geweldig. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Chichi, misschien haal je ze morgen wel over om sojaburgers te eten in plaats van vlees. We moeten niet te hard van stapel lopen, mam. Ik heb jullie laatste biologie-repetitie nagekeken en ik moet jullie als hele klas een compliment maken. De cijfers liggen tussen de 5 en de 2,5. Huh? Oké, schrijf op. Geachte meneer, mevrouw, als uw kind een 5 heeft voor bio, dan is dat helemaal mijn fout. Ik neem dan ook alle schuld op me, ondertekend met Chichi Tofu. Wij zijn kleine monsters. Is er één voor mij? Ik krijg nooit een stomme brief. Wat ik al dacht. Weer niks voor mij. Alsjeblieft. Daantje, bedankt. O jee. Slecht nieuws, Martin? Het zou kunnen. Het is van tante Edith. Hier. Lieve Martin, zouden jullie mij alsjeblieft een groot plezier willen doen door mij een mooie foto te sturen van jullie allerliefste dochter Daantje? Oh jee. Ik wil niet naar die stomme fotograaf. En ik wil geen stomme foto laten maken. Wel. Dit wordt Daantjes foto. Het zal wel moeten. Ik heet meneer Bastebol. Ik maak van jou een mooi kiekje. Dus zullen we dan maar meteen aan de slag gaan? Dan moet nu eerst kleine dolle Daantje de jasje uit. En dan staat ze ritsgatsklik zo op de plaat. Niet zo. En een grote brede lach. Oh, maar dat is geen lieve lach. Oh wel, liefje. Zo moet je lachen. Cheese. En nu jij. Heeft het wel naar de zin? Wel, beter dan dit wordt het niet, ben ik bang. Ach, het is maar één klein glimlachje voor mami. Nee, stomme man, stomme camera. Wacht maar. Ik weet wie jou aan het lachen kan maken, kleine dwarse Daantje. Meneer Muggle. Nee.
Stomme clown. Oh, ja. Wacht dan. Oh, is dat lachen? Oh, help! Ik word opgegeten door een gorilla. Gorilla's zijn vegetarisch. Wow. Wow. Oh, help! Blijf staan. Leuk, hè? Nee. Wacht maar, dit trucje werkt altijd. Wacht, ik tel tot drie. 1, 2, 3. Het spijt me verschrikkelijk, maar meer was er niet uit te halen. Nee, u hoeft niet van slag te raken, meneer Bastebol. De foto is heel, ja, natuurlijk. Hallo. Oh, hallo. Hoe gaat het, tante Edith? U heeft de foto ontvangen. U vindt hem mooi. Ze vindt hem mooi. Ja, lieverd. Hij is prachtig. Ik kan hem zien van waar ik nu zit. En het werkt precies zoals ik had gehoopt. Maar tante, zei u net werkt zoals u had gehoopt? Ja, Martin. Die lastige poezen van de buren groeven al mijn pasgepoten tulpenbollen op. Maar nu Daantje's foto in de tuin staat, durven ze niet meer in de buurt te komen. En Slampy toch zo dwaas is, je op de prairie een saloon ziet staan. Bessie zingt er elke dag een lied, maar niemand luistert tot haar groot verdriet. En Twinkie uit Las Vegas, die wou dat hij niet daar was. Nee, betere cowboy vrienden vind je niet. Hey! Welkom in de Jabaloo Saloon. Soms wil dan toe, maar is er wel altijd iets te doen. Welkom in de Jabaloo Saloon. Welkom in de Jabaloo Saloon. Jabalee, Jabaloo. Wow, sheriff. Er is iets aan jou veranderd. Maar ik weet nog niet precies wat. Carnaval is pas over 2 maanden, sheriff. Carnaval? Dit is een echt Aloha-shirt. Ik ga op reis naar Hawaii. Vanavond vertrek ik. 2 weken genieten van de rust. Rust jij hier nog niet genoeg, misschien? Zeg, sheriff, wie gaat jou dan vervangen als je op reis bent? Vervangen? Nou ja, Jabaloo Town moet toch een sheriff hebben? Ja. Ja, je hebt gelijk, Jew. Jabaloo Town zonder sheriff is als... als een saloon zonder cactusmelk. Zeg, en wie wordt jouw vervanger, hè? Ik kies best iemand die bijna zo slim, bijna zo sterk en bijna zo stoer is als ik. Iemand die altijd bij me in de buurt is en die weet hoe ik te werk ga. Degene die ik kies als interim sheriff is... Jew! Ik? Wauw, sheriff. Dank u, ik ben echt zeer vereerd. Hello, everybody. Twinkie. Jew wordt de vervanger van de sheriff. Vervanger? Waarom? Ja, Twinkie, de sheriff die gaat naar Hawaii. En ik word dan 2 weken interim sheriff. 2 weken? Nou, dat kan je niet maken, sheriff.
Ja, de enige die goed genoeg is om sheriff te zijn, dat ben ik. Want ja, in Vegas was ik altijd de interim sheriff. Slampy, jij had blijkbaar ook graag interim sheriff geweest. Oh ja, Jew. Ja, sheriff, ik wil hier geen ruzie om. Twinkly en Slampy die willen alle twee graag jouw vervanger zijn. Misschien moeten we ze toch een kans geven. Goed, dat is dan geregeld. Jew doet dan niet meer mee. Maar hoe bepalen we dan wie interim sheriff wordt? Sheriff, als jij nu eens proeven bedenkt en degene die die proeven als beste uitvoert, die wint. Oké. En by the way, Twinkly, ik doe nog wel mee. Kijk, doe wat je wil, maar voorzichtig, hè? Ja, moe. Je gaat dit winnen, Joe. Dat weet ik zo zeker als dat de aarde rond is. Ja. Wat? Is de aarde rond? Hello, everybody. Here is the sheriff. Niet zo vlug, Twinkly. Eerst de proeven. Ik heb 3 proeven bedacht. Diegene die de meeste proeven wint, wordt interim sheriff. Ik dus. Zeg, sheriff, wat wordt de eerste proef? Is het flessen schieten of wilde paarden temmen? Ja! Blikken werpen. Blikken werpen, blikken werpen, blikken werpen, blikken. Joe, gooien. Net gemist. Net gemist? Je kon er niet meer naast gooien, zeker? Kijk nu mijn glazen. Dan is het nu aan Twinkly. Slampy, ik heb gewonnen. 1 punt voor de enige echte interim sheriff. Oh, kom, volgende proef. De volgende proef, de volgende proef, de volgende proef, de volgende. Goed, ik heb iemand nodig die jong, vinnig en snel is. Ah. Ik ken Sheriff. Ik zei jong, vinnig en snel. Ah, ja, oké. Okay. Het is klaar, moe. Dan mag jij voor kalf spelen. Kalf? Ja. En Twinkly, Slampy en Jew proberen jou om het eerst te vangen. Kalf? Ik weet niet of ik dat... Jij was toch jong, vinnig en snel? Ja. Ah, goed. Dan ben jij een kalf. Vooruit, moe. Zeg eens boe. Jew heeft 1 punt, Twinkly heeft 1 punt en Slampy heeft 0 punten. En dan is het nu tijd voor de laatste proef. De laatste proef, de laatste proef, de laatste... Missie! Proef! Ik ben echt benieuwd. Wie het meest op mij lijkt. Slampy! Hier is... Ik ben Sheriff Jack. Slampy, waarom draag jij een pyjama? Ja, Sheriff. Jij slaapt toch ook veel? De volgende. Ik heb niet veel tijd meer.
Hoi, ik ben Sheriff Jack, de beste, slimste en mooiste cowboy van Jabaloo Town. Ja, dat is allemaal waar wat je daar zegt. Dank je. Maar zo zie ik er toch niet uit? Je hebt dezelfde glitterpak aan als altijd. Ja, natuurlijk. Ja, dit heeft toch veel meer style dan die vodden van jou? De volgende. En een beetje snel, want ik moet een trein halen. Jabalee. Jabaloo. Wow. Wat een prachtige imitatie. Ja, ja, Joe, niet slecht. Goed zelfs. Weten jullie wat ik heb gezien? Sheriff Bean Bacon uit Bean Bacon City heeft een mooier paard dan ik. Dat kan niet, hè. Dat mag niet, hè. Zie, oh, ik krijg het, hè. En als ik het krijg, moe, geef mij een persenkaas. Een kersenpers. Die geef mij een kersensap. Wat. Applaudisseren jullie daarvoor? Zo doe ik toch helemaal niet? Zo ben ik niet. Twinkly, jij wint deze proef. Dus jij wordt de interim sheriff. Voilà. Oh, yes. Oh, ik wist het, hè. Oh ja, met mijn ervaring uit Las Vegas kon ik ook niet verliezen, hè. Ach ja, hoe kan je ook verliezen van deze twee losers? Sheriff, kom aan. Joe was toch veel beter dan... Zwijg! Zwijg! Of ik krijg het, hè. Ik krijg het, hè. En als ik het krijg... Hello, everybody. Sheriff Jack is vertrokken. Ik ben de kersverse sheriff. En vanaf nu is dit mijn stoel. Joe, breng mij een bessensap met bubbels. Oh, en van het huis. Ja, ik heb als sheriff beslist dat ik niet moet betalen. Vergeet het, hè, Twinkie. In mijn saloon betaalt iedereen. De sheriff tegenspreken? Wie denk jij wel dat je bent? Ik ben Moe Jabaloo. En ik laat me de les niet spellen door een dom interim sheriff. Wat? Hoe durf je? Jij gaat meteen de gevangenis in. Pak me dan als je kan. Slampy, jij bent vanaf nu mijn hulp, sheriff. Oh, dankjewel, sheriff. Slampy, gooi Moe Jabaloo in de cel. Oké. Vooruit, hè, anders ga jij ook de cel in. Huh? Kom aan, Twinkly. Doe toch niet zo idioot? We zijn toch gewoon... Mij? Twinkly de Twinkle, de sheriff van Jabaloo Town. Mij een idioot noemen, dat duld ik niet. Jij gaat ook de gevangenis in. Bessie, geef mij een gratis bessensap met bubbels... terwijl ik die andere in de gevangenis gooi. Vergeet het maar. Ik ga waar Joe gaat. Mij best, Bessie. Oh, sheriff zijn is het mooiste wat er is. Laat het gepeupel maar tot bezinning komen in de cel. Maar het is bijna even leuk als Vegas. Twinkly! Sheriff, ben jij niet op reis? Nee, ik heb mijn trein gemist. Door dat gedoe van jullie. Waar is iedereen? Die zitten in de cel. Oh. Ja, ik heb ze even laten zien wie hier de baas is. Jij, de baas. Ik ben hier de baas. En ik bepaal wie hier naar de cel moet. Cowboys, kom maar binnen. Maar ik... Ze hebben me alles al verteld. Hey, Twinkly. Als ik niet naar Hawaii kan, komt Hawaii gewoon naar mij. Twinkly, koelte en snel een beetje. Thank you.
even geluk. Wat was dat? Ha! Nooit moe van dat verliezen, Jacopie? Ik wist zeker dat ik ging winnen dit keer. Die is gek. De ochtendkroonkrant? Hey Jacob, zin in basketbal? Wat zeg je, Duivert? Wat zeg je? Hey, ik wil je nog meer verslaan met dammen. Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Moet ik dan jou zetten doen, Jacob? Goed, wat je maar wil. Wat zei je? Ik zei... Kom een exemplaar van de ochtendkroon. Montreal's nieuwste ochtendblad. Geloof uw koning, Karel Lettekroon. Pik geen hoon, wees geen boon. Pak uw loon met de ochtendkroon. Zoiets zie je ook niet iedere dag. Jacob Dubbel en de Ochtendkroon. Geloof uw koning, Karel Lettekroon. Pik geen hoon, wees geen boon. Pak uw loon met de Ochtendkroon. Uwe majesteit, Karel Lettekroon, gebiedt u hierbij niet te vergeten zich te abonneren op de Ochtendkroon. Eens even kijken. Zoveel bombardie om een krant. Dan moet die wel goed zijn. Vreselijk. Eeuw. Deze krant is echt puin. Er is haast geen nieuws. Het staat chockvol reclame. En het is slecht geschreven. Luister. De nieuwe regels hebben het stad niet, nooit niet. De strips zijn ook puin. Ik vond er niet één leuk. En ik weet wat leuk is. Honden met een hoed op. Dan moet ik zo lachen. Deze krant is nergens goed voor. Dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, wie leest er nou zo'n waardeloos nieuwsblad? Pap? Pap? Huh? Oh, hey Jacob, Duivert. Lees jij de ochtendkroon? Wel, zeker wel. Wel, zeker wel? Dat betekent zonder twijfel. Ik kreeg net mijn exemplaar binnen. Mijn vader, de taalexpert, leest zo'n flodderblad? Hoe kan dit? Pas op! Ah! Shit. Hi René. Bezorg jij de ochtendkroon? Ja. En wat heb jij daarmee te maken? Niks hoor. Helemaal niks. Dag René. Mag ik jullie bord? Wil je je eten niet, pap? Het is je lievelings. Wat?
Heb ik het nou al op? Dat was dan niet genoeg, toch? Dan zal ik de volgende keer meer moeten maken. Het is al de derde Larrykranten vandaag. Wie denkt die koning Karel Etterkroon dat hij is om iedereen zo te storen in zijn slaap? Zie je dan niet dat ik mezelf videotape met digital surround sound terwijl ik echte kunst maak? Ik kan niet slapen en nou dacht ik, mag ik op jouw computer iets opzoeken over koning Karel Etterkroon? Of jij op mijn computer? Nou ja! Al sta je daar de hele nacht, doet me niks. Het is goed. Hier dan. Nee, niet die. Dat is zijn eigen site. Ik wil de roddels over onze koning. Daar, die daar. Je mag naar het scherm kijken, maar raak niets aan. Nies niet. Pulk niet, krap niet, vriemel niet, doe niets. Je hebt 30 seconden. Karel Etterkroon, vroeger huis-aan-huisverkoper, verkocht slechte stofzuigers, waardeloze keukenspullen en andere troep die niemand nodig had. Totdat hij een drukpers erfde en de Ochtendkroon begon. Dus hoe kan een slecht verkoper met een slechte krant nou in zo'n ontzettend korte tijd in deze stad zoveel lezers krijgen? Weet ik niet, kan me niet schelen, tijd voorbij. Dag! Ah! Dank je, dank je. Door die ochtendkroonauto's kan ik niet slapen. Ik ook niet. Zelfs niet met oordopjes. Ik wou eigenlijk pudding proberen, maar ik mocht van mijn vader geen eten meer in mijn oren stoppen. Er is echt iets heel vreemds aan de hand met die krant, hoor. Volgens mij is dit een klus voor X Boudewijn Distelgat, meesterspion. Dit is vreselijk. Iedere volwassene wordt een soort zombie als ze die krant lezen. En dat gebeurt vast in heel Montreal. We staan er alleen voor, Duivert. We zullen het zelf moeten uitzoeken. Het hoofdkwartier van de Ochtendkroon is groter dan ik dacht. Mooi. Identificeert u zich? Identiteit onbekend. De toegang wordt u geweigerd. Wat komen jullie doen? Braaf hondje. We komen voor een rondleiding. Er zijn hier geen rondleidingen, knul. Alleen het personeel mag hier naar binnen. Gesnopen. Snopen. Ik weiger. Ik heb die baan net. En ik wil hem niet verliezen omdat jullie denken dat er iets geks gebeurt. Als jullie daar rond willen snuffelen, doe dat dan zelf. Maar dat zeggen we net. Dat kan niet, want we... We zijn geen kranten, jongens. Nou ja, nog niet. Ik dacht dat we gingen snuffelen.
We hebben de veiligheidspasjes. We moeten minstens één dag bezorgen, want dan zijn we niet zo verdacht. Waarom nou een wijk met zoveel trappen? Fijn dat de mensen in onze buurt hun spullen recyclen. Hé, hey, deze spullen zijn allemaal gekocht via de Ochtendkroon. Het zijn Karel Etterkroon troep aanbiedingen. En iedereen koopt het. Zelfs meneer Distelgat. En jouw ouders. De complete 130 delen van de Etterkroon encyclopedie? Mijn vader heeft al meer boeken dan de bibliotheek. Gossie, als de mensen zoveel Ochtendkroonspullen blijven kopen, zijn ze zo blut. Als mijn ouders zo doorgaan, zijn we morgenochtend al blut. Even, wie zijn zij? Identiteit onbekend. De toegang wordt u geweigerd. Beveiliging trapt er niet in, Jansen. We zullen iets anders moeten uitknobbelen, beste Wat Karelsen. Wat moeten jullie hier? Ah! We gingen net weg, meneer. Weg, Jacob. Kidpower is een op- en topgeheime missie. De onze ook. Wat is jullie missie? Als je het moet weten, we willen dit teruggeven. De stenen zouden uit zichzelf spelen. Maar ze springen maar wat rond in plaats van wat beloofd was. Het spel is waardeloos. Het is oplichterij. Wij staan op onze rechten. Het is niet alleen dat spel. Al het Ochtendkroonspul is troep. Maar iedereen koopt het. Identificeert u zich? Je komt er heus niet langs hoor. Geloof mij maar. Identiteit goedgekeurd. Wat zei je? Wat ben jij daar aan het doen? Mevrouw, ik wil graag een klacht indienen over deze superdamset. Oh ja? Wat is er dan mee? Dat laat ik u zien, mijn beste vrouw. Rolt er weer een editie van de Ochtendkroon van de persen.
en vliegt weer een lading troeperige Kroningsproducten uit de rekken. Wat is dat nou voor een pak? Karel Ettekroon. Binnenkort megamiljardair en onbetwist koning van de wereld. Dat mag niet gebeuren. Notitie. Onderstreep koning van de wereld. Briljant. Indringers! Bravo, hond. Pak de bal. Ma! Mijn prachtige drukpers! Zoek! Dit is de inkt voor de krant. Het is de inkt! Voor de krant? Nee, het komt door de inkt. Het is speciale inkt. Inkt die... Lezers hersenspoelt, ja, erg bij de hand. Maar weet je ook hoe het werkt? Ja, de inkt zit op hun duim, dan op hun tong als ze hun duim likken. En zo komt het in hun hersens terecht. En zo krijg ik dus al die sukkels zover om mijn producten te kopen. Ik ben ze de baas. Dat ze die rotzooi kopen betekent niet dat je de baas bent. En ook al heet je Kroon, dan ben je nog geen koning. Ben ik wel. Een koning die in een golfkarretje zit? Ik ben koning, ik ben koning, ik ben koning! En wil je nog meer bewijs? Ga dan maar eens mee naar mijn kerkers. Hey! Bewaking! Bewaking! Antwoord mij! Dit spel is waardeloos. Ik ben geschokt en ontzet. Kraker! Kraker! Waar is die hond? Wat doe jij nou hier? Mijn ouders gedroegen zich heel bizar. En ik dacht dat jij misschien gelijk had deze keer. Oh, bedankt. Ik weet geloof ik hoe ik hem kan pakken met zijn eigen krant. Ik zie jullie bij het hek. Auw! Eens kijken. Eerst stoppen we de pers. Cool. Joehoe, dit is leuk. Nu, de inkt wisselen van hersenspoelgroen naar gewoon zwart. Hoofdartikel. Hij doet het! Hij doet het! Notitie. Verbreed de deuren van het koninkrijk. Ik ga weer. Hey, baas. Wist u dat dit damspel puur bedrog was? Ga uit de weg! Ik eis dat je stopt! No
petitie. Inkorten, Kees. De koning is nep. De koning is nep. Een dubbele krantenkop. Klinkt zoals Jacob het zou zeggen. Gaat die koning troep terug? Ja, lieverd. Ik begrijp niet waarom we die rommel ooit gekocht hebben. En ik begrijp niet waarom ik die rotkrant ooit genomen heb. Ik ga hem opzeggen. Wel, zeker wel. Ah, de morgentuk. Dit is pas een echte krant. Ik vroeg om een wijk met weinig trappen. Ik ben toch de koning? Ah! Hoi, ik laat jullie een tovertrucje zien die je zelf kan doen met gewoon een krant en een schaar. Bereid je voor op iets bijzonders. Je verknipt toch niet de hockeyuitslagen, hè? Nee, pap. Ik wed dat ik door deze krant heen kan lopen. Vouw de krant dubbel. Knip dan een strook van de gevouwen kant. Maar niet helemaal. Kijk zo. Knip dan zo vanaf de gevouwen kant waar je net eindigde. En daarna om en om. Zo. Eerst zelf oefenen voordat je het aan anderen laat zien. Het moet natuurlijk wel goed gaan. Tada! Het is gewoon geweldig, mensen. Hoe doet hij dat toch? Nou ja, dat heeft hij net laten zien. Dus dat weten jullie wel. Ja, toch? Dikke doei. Het is nu tijd voor Pep de auto. Toet de boot. En Vroep Vroep de helikopter in een van hun vrolijke avonturen. Samen delen, geen ruzie maken. Het is een mooie dag in Lenteland. Goedemorgen vogels. Goedemorgen Toet de boot. Goedemorgen eenden. Goedemorgen Woefie de hond. Daar is Pep de auto. Pep hoort een geluid. Waarom blaft Woefie zo hard? Daar is Vroep Vroep de helikopter. Kom snel, Pep, roept Vroep Vroep. De konijntjes hebben ruzie. Pep vraagt zich af waarom Floppy en Flappy ruzie hebben. Ruzie maken is niet leuk. Ophouden, roept Pep. Waarom hebben jullie ruzie? Het is zijn schuld, zeggen Floppy en Flappy tegelijk. Hij wil niet delen, gilt Flappy. Nee, hij wil niet delen, gilt Floppy terug. Zo. Nee, die emmer. Ophouden jullie, roept Pep. Ruzie maken is verboden in Lenteland. Daar is Toet de boot. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Roept Toet. Floppy wil niet dat ik zijn emmer gebruik om mijn zandkasteel te bouwen, klaagt Flappy.
En Flappy wil niet dat ik zijn schep gebruik om mijn zandkasteel te bouwen. Kermt Flappy. Oh jee, beide konijntjes willen een zandkasteel bouwen, maar ze willen niet delen. Ik weet het, waarom bouwen jullie niet samen een zandkasteel? Zegt Froep Froep. Dan hoeven jullie geen ruzie te maken om een emmer en een schep. Dat is een heel goed idee, Froep Froep, zegt Toet. Toet legt aan de konijntjes uit dat delen en samenspelen veel leuker is dan ruzie maken. Elkaar helpen is heel leuk. Kijk, zelfs Pep helpt de konijntjes. Dat zandkasteel heeft alleen nog wat water aan de kant nodig, zegt Toet. Ik weet het, we moeten een gul graven naar de zee, zodat het water erin kan, zegt Pep. Kan je ons helpen, Froep Froep? Wat een mooi groot zandkasteel. Goed gedaan, Flappy. Goed gedaan, Flappy. De konijntjes hadden een belangrijke les geleerd. Delen is veel leuker dan ruzie maken. Veel plezier allemaal. Tot ziens, Pep. Tot ziens, Toet. Dag, Froep Froep. Tot de volgende keer. Meneer Anyway, sneeuwman daarheen. Je gaat eraan, sneeuwman, want ik ben Ernest Anyway. De lichaamsvorm van Dark Chow. Meneer Ernest Anyway heeft het beest gevangen. Maar hij zal zich nooit kunnen ontdoen van het monster in zijn eigen ziel. Hij heeft de sneeuwman gevangen en is op weg naar Schotland. Let op. De hond. Wij kennen hem als de beste vriend van de mens. Maar wat weten we echt over ze? In werkelijkheid
behoren alle honden tot een geheime organisatie met de opdracht de mens voor het slechte te behoeden. Dit zijn hun verbazingwekkende verhalen. Dit zijn de geheime dossiers van de Spy Dogs. Burgemeester? Ja, welkom in Drumna Drakket, meneer Anyway. Het is een genoegen u te mogen verwelkomen in onze gemeente. Wat ben je klein? En je draagt een rok? Ben je soms een vrouw? Zet het spul maar klaar, ja? Schiet op! Sasquatch, lelijk gevaarlijk boerbeest. Trek je kop eraf en laat je die zelf inslikken. Mokele Mbebe, brontosaurus uit de Congo. Erger dan de Sasquatch. Vreet je op en blaast van je darmen een grote bel kauwgom. Laat dat er toch niet uit? Tuurlijk. Het gevaarlijkste dier komt nu. Mijn moeder. Vraag me niks. Morgenochtend ga ik naar Loch Ness om op een monster in dat diep donkere water te jagen. Ooit van graancirkels gehoord? Kijk maar naar de videoband die vorige maand bij Loch Ness is gemaakt. Kijk, daar, zie je. Het monster van Loch Ness maakt ze. Ik ken het monster. Snap hoe het denkt. Ik weet waar hij is. En hoe ik hem vang. Van zo'n kerel moet ik echt niks hebben. Dit is Ayana. Geef me Doc Zero. Het gaat over Nessie. Ruimte voor Ralf, de graaf van Kwispel. Vandaag redden wij deze groene velden voor onze kinderen. En de kinderen van onze kinderen. En de kinderen van de kinderen van onze kinderen. En hun kinderen. Oh, schiet dat toch op. Juist. Honden, volg mij naar de vrijheid. Wacht. Ralf. Erin. Dit brengt geluk. Wat dacht je van een kus? Want niets brengt meer geluk dan een... Ga met je vieze kont van de bank af. Ralf! Ralf, ga met je vieze kont van die bank af! Ralf, Doc Zero hier. We hebben niet veel tijd meer. Druk op de groene knop. Dit is de Ralf 1000 TM. Hij kan alleen eten, slapen en tegen vreemden blaffen. Maar hij is echt genoeg om jouw afwezigheid te verdoezelen als je weg bent. Als ik weg ben, ga ik dan weg? Naar Loch Ness in Schotland. We hebben een noodtoestand, Ralf. Er staat daar een agent op je te wachten en zij zal je de details van de opdracht geven. Zij? Wie is het? Erin, onze agente uit Ierland. Ken je haar? Erin? Oh. Haal die rare grijns van je gezicht en vertrek, Ralf. Dit is het, Ralf. Loch Ness. Prachtig, vind je niet? Ja, het is beeldschoon. Ralf, de opdracht. Oh, ja, juist. Ja, de opdracht. Dat Ernest Anyway-figuur is nu onderweg. We hebben veel te doen en weinig tijd. Wat? Wat moeten we doen? We moeten het monster verbergen. Het monster van Loch Ness verbergen? Mond dicht en luisteren. Zoals je weet hebben velen het monster van Loch Ness hier gezien, volgens eigen zeggen. Zijn schaduw is zelfs gefotografeerd, maar niemand heeft het ooit heel duidelijk kunnen zien. En lijkt het op een slang of een plesiosaurus of zoiets? Het is geen slang, lieverd. Het is veel geheimzinniger dan dat. 200 jaar geleden keek de McDonald's Clan uit over het meer. Ze hadden hun doedelzakken bij zich en hadden de McJaggers uitgedaagd voor een wedstrijd. Ze deden hun uiterste best. Iedereen speelde prima doedelzakmuziek en natuurlijk ook house. In het heetst van de strijd danste McDonald richting het meer. Hij verloor zijn evenwicht en viel over de rand. Jawel! Tijdens zijn val kreeg hij de keelt van zijn broer te pakken, die weer de keelt greep van zijn oom.
Al heel snel tuimelde iedereen om en hing aan de rand. Op het laatste moment greep een kleine tekkel, die Nessie heette, de laatste schot bij zijn leren tas. Ze had zich om een boom gewenteld en zo hield ze al die schotten hangende boven het meer vast, tot er 4 dagen later hulp kwam. Maar waarom heeft het monster uit het meer ze niet opgegeten? Ralph, denk nou eens na. 4 dagen later was Nessie 15 meter lang. Hallo Erin, nieuwe vriend. Nessie is het monster van Loch Ness. Dat klopt, Ralph. Ze is de oudste en langste tekkel ter wereld. Ernest, anyway, daar komt hij. We moeten er verbergen. Daar gaat het! Op de heuvel! Wat nu? Nessie, pak je staart. Zeg, pak zelf je staart. Doe, vertrouw me nou, pak je staart. Bedankt, jongen. Een slimmerik, hè? Nou, ik ben dus veel slimmer. Wel. Wel voor een sharpei? Het monster bestaat niet. Ik ben belazerd. Het was gewoon allemaal boerenbedrog. We hebben geluk gehad, hè, Ralph? Weet je, een kus brengt soms ook veel geluk. Niets brengt meer geluk dan een kus. Wat jij weer lekker stuk. Kom eens hier met die snoet van je. Door de eeuwen heen houdt het mysterie van Stonehenge de mens bezig. Maar waarom is het gebouwd? Is het een sterrenkaart? Is het een oude rekenmachine? Is het de sleutel tot het heelal? Trekken maar! Dit is erg lekker, echt wel. Hoe zullen we het gaan noemen? Wat dacht je van pindaprut? Goed idee. Dus denk eraan, als het bestaat, heeft een spy dog het uitgevonden. Tijd voor een feestje! Viva Pinata, altijd feest! Elke dag! Viva Pinata, we blijven knallen! Viva Pinata, altijd zon! Elke dag weer! Viva Pinata, we blijven knallen! Welkom op het pittoreske Pinata-eiland. Hier leven, dansen en dromen allerlei soorten pinata's in tuinen en parken. Ze willen maar één ding, en dat is entertainen zoals alleen pinata's dat kunnen. Nou ja, de meeste pinata's dan. Oh, stroom! Kom maar, snel naar binnen nu. Kom maar, snel naar binnen nu. Kom maar, feestje vieren nu. Kom maar. Viva pinata, altijd feest, elke dag weer.
berg. Fergie, Polly, tijd om te feesten. Kom naar de piñatacentrale. Misschien moeten we dat toch maar gaan doen. Spoel je mond, Polly. Die springende mafkees wil ons naar een feest op een sportschool sturen. Wil je geslagen worden door bodybuilders? Fergie, Polly, schiet op, jongens. Kom mee. Waar zijn jullie? Schiet op. Volgens mij zijn we hem kwijt. Fergie? Polly, hallo. We zijn hem nu echt kwijt. Denk je? Zeker weten. Wat zeg je? Ik versta je niet. Oh nee, maar ik hou helemaal niet van rock'n'roll. Hier zijn we veilig. Ja, haha, zit hier iemand, dames? Oh, slechte manieren. Rory Raspberry. Aangenaam, dames. Willen jullie ook een hap? Ik heb genoeg, bedankt. Niet slecht. Nou, als je deze appel lekker vindt, dan weet ik een plek waar het lekkere eten nog lekkerder dan lekker is. De Schransberg. De Schrans... Ja, de Schransberg. Op de top ligt een bodemloze schat van verrukkelijke lekkernijen. Die Schransberg, als die echt bestaat... Maar natuurlijk bestaat die. En als er lekkernijen zijn? Jazeker zijn die er. Dan zou een piñata daar kunnen wonen. Voor altijd! Klopt! Maar waarom? Want hé, dan zou je nooit meer naar een piñatafeest kunnen gaan. Geen feesten? Echt nooit meer? Oh, moeder! Fergie, ik ben er helemaal voor, maar je kan deze gek niet vertrouwen. Hé? Waarom niet? Dit kan onze toegang zijn tot een feestvrij paradijs. En die raspberry kan ons daarheen brengen. Die raspberry zit soep te eten met een hamer. Je zal wel gelijk hebben. Fergie, Polly, het is tijd om te feesten. Breng me nu naar de Schransberg toe. Oké, komt in orde. Dat wordt geweldig lachen. Je bent niet meer om te praten, hè? Ik weet heus wel wat ik doe, hoor. Rory zei de klim wordt geweldig. Lachen. Jemig. Top! Jullie zijn er! Top! Fergie, de jongens! Jongens, Fergie! Ja, leuk om... Hallo, Fergie! Top! Hoi! Nou, tot ziens, makker. Tot ziens, makker. Is dat je makker? Mooi! Nooit alleen klimmen! Het makkersysteem! Ja! Wat? We zijn geen klimmakkers, maar gewoon normale makkers! Hey ho, hey ho, top! 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 Als je dat gezicht naar me blijft trekken, bevriest het zo nog in die stand. Het is bevroren in die stand. Top! Zo, tijd om te zwepen, jongens! Zwepen? Zwepen, ja! Ja! Joehoe! Top! Ja! Die raspberries zijn gevaarlijk! Ach, dat zie je echt verkeerd, Polly. Ze klimmen al jaren! Stop, jongens! Diepe spleet voor ons. Zie je nou wel? Ze berekenen de veiligste oversteek. Misschien heb je gelijk. Top! 1, 2, 3. Duiken! Duiken? Top! Altijd feest. Viva Piñata!
zijn ongedeerd. We leven. Die jongens zijn echt goed. Niet gedacht dat dat zou werken. Breng me hier vandaan. Oké, Polly. Ik geef toe dat die jongens een tikkie excentriek zijn. Een tikkie? Kijk nou, ze drukken elkaar op. 17, 18, top! Alsjeblieft, Polly. Een toekomst zonder piñatafeest. En we zijn er bijna. We hebben het ergste gehad. Wat was dat? Dat is niks, joh. Het is alleen maar een pololliebeer. Een pololliebeer? Niet bang zijn. Die eten geen raspberries. Maar we zijn geen raspberries. Oh, ja. Dan moeten jullie wel bang zijn. Wat moeten we nu doen? Niet bang zijn, Polly. Ik heb een plan. Rory, wacht! En, wat is je plan? Nou, ik, Je hebt geen plan, hè? Nou, het is niet echt een plan. Ja, en nu? We doen of we raspberries zijn. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Ik denk, oink, dat we veilig oink, oink zijn. Kijk, jongens. Hier is een grote gijzer. Ouwe Snuitvol. Waarom noemen ze hem Ouwe Snuitvol? Nog meer stomme vragen? Hey Rory, wanneer nemen we nou een pauze? Wou meneer misschien ook nog een massage? En daarna kunnen we kleedjes gaan haken. Ja. Huh? Maar we lopen al 2 dagen zonder te rusten. Inderdaad, kerel. En daardoor is het bereiken van de top van de Schransberg des te bevredigender. Wat was dat? Oh, een klein lawinetje. Lawinetje? Jongens. Nooit en ten nimmer schreeuwen als er een lawine in de buurt is. Dan zing je het lawinelied. Lawinelied? Nou, het is eigenlijk meer schreeuwen. Lawinawiwine, top, top, top. Lawinawiwine, top, top, top. Lawinawiwine, top. Fergie, de top! Bodemloze schat van verrukkelijke lekkernijen. Kom mee. Ik vlieg al. We zijn er. Het is echt. Dit is walgelijk! Waar is die schat van verrukkelijke lekkernijen nou? Nou, daar liggen we nu in, kerel. Vuilnis? Ja, zover je maar kunt kijken. Zijn we helemaal hierheen gekomen voor een berg varkensvoedsel? Polly, kijk me nou niet zo aan. Wat ben je van plan? Zeg nou iets. Ik zeg zwepen. Zwepen? Zwepen, ja. Nee. Stop. Stop. Gaan we weer swingen? Oh, reken maar. Als je naar ons zoekt, zoek dan vooral niet in huis. Niet in huis? Hier op Piñata-eiland. Daar zijn wij thuis. Absoluut. We zitten vol met lol, speciaal voor jouw feest. Is er een feestje? Voor ieder partybeest. Hoe laat begint het? Viva Piñata, kom dansen in de zon. In de zon! Viva
Viva Pinata, zo uit het kanon. Knallen maar! Wij zijn de snoepjes voor ieders plezier. Viva Pinata, het is gezellig hier. Bravo! Viva Pinata, het is gezellig hier. Oh, krijg nou snoepvulling. Uit je dak, de nieuwe superheld is een kakkerlak. Hij liep in de val en vluchtte toen vlug. Roep is een naam, hij heeft een chip in zijn rug. Al is hij een held en hartstikke stoer, hij heeft nog één fout. Hij bestaat elke test. Robo Roach, hij viert altijd zijn best. Robo Roach, en wat Reg ook doet, doe ja, Robo Roach is goed. Robo Roach, and Reg. Bloed, zweet en Robomobiel. Dag om buiten door te brengen. Is het leven niet mooi, Reg? Heerlijk, ja. Mooi. Het zou nog mooier zijn als ik genoeg voedsel bij elkaar kon scharrelen, zodat we niet van de honger omkomen. Je zegt het, Reg. Maar het heeft geen zin om je op een dag als vandaag druk te maken. Oh, dat neem ik terug. Luister, Reg. Daar is de luiskoopman. Twee luiskoos zonder melk, meneer de luiskooman. Twee maar? Waarom niet meer? We nemen 13 luiskoos, meneer de luiskooman. Ah nee, maak er maar 15 van. Ik betaal deze vriendelijke man met onze onuitputtelijke constante geldstroom. Reg? We hebben geen constante geldstroom, Reg. Sterker nog, we hebben helemaal geen geld. Bingo, precies. We hebben inderdaad geen geld. We hebben trouwens nooit geld gehad. En van jou als superheld hebben we ook nooit kunnen profiteren. Wat hebben we nou eigenlijk te bieden? Een la vol met nutteloze troep en een oud verkreukeld staatslot. Het zou anders zijn als we wat zouden winnen. Als dat toch eens waar zou zijn, dan zing ik direct het hoogste lied. Begin maar vast met zingen, Reg. Dit lot is het winnende lot. Het staat hier zelf op de website van de Vexberg Loterij. Echt waar? Ja, kijk zelf maar. We hebben elk cijfer juist. Zegt dat iets? Zegt dat iets? Zegt dat iets? Natuurlijk, man. Het zegt alles. We hebben gewonnen, we zijn miljonairs! Miljonairs? Rijker dan rijk! Stinkend rijk zelfs! Ho! Nu kunnen we luiskoos kopen! Luiskoos? Zeker! Tuurlijk, makker! We kunnen alle ijsjes kopen die we maar willen! Nadat we dit hebben geïnt! Wow! Huh? Hier staat dat we het beter snel kunnen innen, Reg. De laatste inleverdatum voor dit winnende lot is vandaag. Vandaag? Hey, wat doe je nou, grote broer? Opstarten! Wat dacht jij dan? We moeten dit lot voor 5 uur innen, anders gaat er 1 miljoen aan onze neus voorbij. Okidokie. Maar het is handig om te weten dat het officiële loterij hoofdkantoor hier verderop ligt en haastige spoed is zelden goed. Hier kom ik, centjes. Hier komt papa. Doe eens wat kalmer aan, Reg. Ik zie het loterijkantoor al vlak voor me liggen. Ah! Ja, hey, wat nu? Ik kan niet remmen. Er zijn geen remmen. Waar zijn de remmen? Waarom ik? Geen van mijn stroomcircuits reageert. Ik denk dat mijn motor een flinke oplawaai heeft gehad toen je hem aan het opstarten was. Nee! Stop! We gaan veel te ver! Stoppen! Nu! Wow!
eindelijk, we staan stil. 8 kilometer boven zeeniveau, om precies te zijn. Moet je dat uitzicht eens zien? Vrees niet, grote broer. Ik ben in staat om onze vrije val te breken. Nee, we moeten dat lot in, hè. Sneller vallen! Sneller vallen! Wow, was dat snel genoeg, Rage? Ik heb sneller gezien. Waar zijn we? Hoe ver moeten we nog? Een paar straten verder, toch? Zeg maar een paar miljoen straten, Rage. We zitten denk ik niet meer in Vexberg. Het spijt me alweer heel erg, Rage. Die noodlanding heeft mijn hoofdcomputer op een of andere manier behoorlijk beschadigd. Maar kop op! Ik krijg mijn robomobiel wel weer aan de praat. En op de juiste snelheid. Over 2 of 3 dagen. Mooi niet. We hebben geen 2 of 3 dagen. We hebben maar 2 of 3 uur. Hoe ver nog naar het loterijkantoor? Even kijken hoor. Volgens mijn globale positieschoteldinges en met mijn griezelige gevoel voor afstand zitten we ongeveer 20 kilometer vanaf. Hé? 20? Voor ons insecten is dat 200 kilometer. 200 kilometer? Ah! We komen nooit meer op tijd! We moeten dit lot nu zien te innen of anders geen geld! Dit is een heel goed idee voor je, grote broer. Door over de rails te reizen zie je een hoop van de omgeving. Sneller! Sneller, Roof! Sneller! Minder praten, meer snelheid! Kom op! Komt goed, Reg. Maar neem me niet kwalijk als ik ondertussen ook van het uitzicht geniet. De wind in mijn haren en het geluid van een naderende trein in de verte. Trein? Trein? Maar we gaan de verkeerde kant op, Reg. Hop, 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 ja! Ja, nu zit de schot in! Loterijkantoor, hier komen we! Jazeker! Wat een gelukslot! Dit keer geen robokracht, maar hersenkracht! Haha, niets houdt ons tegen! Tenzij de wind gaat liggen. Gevolgd door een stroomstoring. Dit gaat ook sneller, we reizen eerste klas. En precies aan de voorkant van de bus. Insecten reizen op een vooruit een stuk comfortabeler op lange afstanden. Wanneer komen ze ons wat te drinken brengen? Dit is briljant dat ik daar toch niet eerder op ben gekomen. Hè? Deze bus brengt ons direct naar de stad. We innen het lot en we hebben nog altijd tijd om inkopen te doen ook. En als ik de lucht zo bekijk, zou de aanschaf van een paraplu niet onverstandig zijn. Waarom ik? Waaah! Waarom altijd ik? Nog 31 seconden en dan sluiten we, mensen. Ik ga er maar vast van uit dat de prijswinnaars niet meer komen opdagen. Wacht nog even, mevrouw van de loterij. Laat de band maar verder spelen. Ruim baan voor de grote prijswinnaar. Wij komen hoogst persoonlijk en officieel de hoofdprijs van 1 miljoen in ontvangst nemen. Hier is ons lot. Waar is ons geld? Schatrijk! Eindelijk rijk! Wie had dat in zijn wildste dromen durven dromen? Gefeliciteerd allebei. Vertel eens, wat gaan jullie allemaal met het geld doen nadat alle noodzakelijke belastingen zijn geheven? Nou, allereerst ben ik van plan om met 1 pak bankbiljetten de hand te leggen op een dure... Zei u belastingen? Volgens mij zijn ze dat inderdaad. Stil, wat voor belastingen?
Oh, gewoon de standaard lottobelastingen, kansspelbelasting, luxebelasting en cadeaubelasting. En niet te vergeten de grote reusachtige checkbelasting. En de indirecte belasting, tapijtbelasting, de niet zo indirecte maar duidelijk belastbare belasting. Dat maakt het totaalbedrag op een... 2,11 euro! Het Rijk is u dankbaar. Doe nog eens mee en zo vaak mogelijk. Een miljoen. Ik had het in mijn handen. En toen, poef, alles weg. Alles wat overblijft is een kleine 2 euro. En 11 cent. Oh, oh. Waarom ik? Waarom altijd maar ik? Oh, kop op, grote broer. Zo gewonnen, zo geronnen. Maar kijk het nou eens van de positieve kant, hè? We hebben niet alleen ruimschoots ons steentje bijgedragen door de schatkist van het Rijk flink aan te vullen, Reg. We hebben nu al genoeg geld om een luisco te kopen. Ik zei het al eerder en ik zeg het nu nog eens. Het heeft geen zin om je op een dag als vandaag druk te maken. Juist, eens kijken wat ik voor Patty's vader en moeder heb. Oh jee, Patty zal dit niet leuk vinden. De postbode is geweest, mami. Er zijn er 3 voor papi en 1 voor... En... Oh jee. Is er wat, Patty? Moet je dit zien? Wat is er dan? Hij is gekruikeld, zie je toch? En betuimeld is hij ook. Dat is beter. Mami, wil jij hem voor me strijken? Zeg, Patty, voor wie is het eigenlijk? Het is voor mij, maar hij was helemaal verfrommeld en gekruikeld. Je weet toch wel dat ik hou van orde en netheid? Ja. En Patty, wat staat erin? Ik weet het niet zeker. Ik zal het wel te goed gewassen hebben. Volgens mij staat hier feestje. Het is vast een uitnodiging. Leuk! Ja, en zo te zien staat hier vrijdag om 3:30 bij Rick. Een feestje? Vrijdag om 3:30 bij Rick thuis? Vrijdag? Dat is vandaag! En er staat hier nog iets, maar dat kan ik niet lezen. Tja, het belangrijkste weten we. Het feestje begint over 6 uur. Oh, moet snel mijn kledingkast checken, anders weet ik straks niet wat ik moet dragen. Mami, we zullen kleren moeten gaan kopen. Ik heb helemaal niks om aan te trekken. Laten we gaan, Patty. Dan hebben we dat achter de rug. Zullen we in deze winkel kijken? Dit ziet er goed uit. Mami! Wat? Wat mankeert eraan? Met de winkel is niks aan de hand, maar met jou. Je hebt je rubber handschoenen nog aan. Oh ja. Hé, wat stom. Jee, ik schaam me dood. Nee, te blauw. Te lang. Ach, te kort. Te friemelig. Te saai. Te strak. Te groot. Ja, deze hoor. Die is perfect. Ik denk niet dat ik hier nog ooit kom. Moet je kijken, wat een vreselijke chaos.
deze hier zijn perfect. Dank je, mami. Oh, nee. Het gaat me de rest van de dag kosten om alle schoentjes weer netjes op te ruimen. Misschien had u dat moeten bedenken voordat u me al die lelijke schoenen liet zien die toch niet passen. Het enige dat we nu nog moeten doen is een mooi cadeautje voor Rick vinden. Ja, deze zijn perfect. Ik weet zeker dat Rick die ook mooi vindt. Alsjeblieft, ik smeek het u. Breng dit kind hier nooit meer naartoe, alsjeblieft. Oh. Precies op tijd, mam. 3:30 exact, zie je? Perfect. Hallo, Patty. Wat zie jij er netjes uit? Ja, en jij ziet eruit als een landloper. Logisch, toch? Heb je de uitnodiging niet gelezen? Het is een zwerversfeestje. Hé, hey, een pasgewassen zwerver. Hé, Patty. Want er is wel altijd iets te doen.